En we besluiten het journaal van vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS, geldig tot en met morgen 18 mei. De weersverwachtingen van vandaag 18 mei tot en met morgen 19 mei zien er als volgt uit. Aan het begin van de avond is het overwegend bewolkt met perioden van verspreide buien, licht tot matig met mogelijk onweer en of windstoten. In de avond zullen de buien geleidelijk afnemen. Langs de kustlijn is er kans op lichte buien. Aan het eind van de nacht zal zich plaatselijk nevel en of mist ontwikkelen. Op vrijdag 19 mei, morgen, zal het in de morgenuren lokaal tijdelijk bewolkt zijn met enkele lichte lokale regenbuien in het kustgebied en centraal Suriname. In de middag en vooravond is er een toename in wijdverspreide licht tot soms matige buien die soms gepaard gaat met onweer en windstoten. Enkele kortstondige zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. De wind varieert uit het noordoosten tot oosten met snelheden die oplopen tot 28 km per uur. En lokaal tijdelijke toename in de windsnelheid tot maximaal 47 km per uur. Morgenmiddag zullen er in alle districten perioden zijn met onweersbuien en soms windstoten. In de nacht van 18 op 19 mei zullen er in de districten Marowijne, Kommerwijne, Paramaribo, Wanica en Saramaca af en toe lichte buien zijn, maar is het voor lange tijd droog. In Nikeri, Para en Sipaluwini wordt het tijdelijk bewolkt met buien. In Brokopondo zullen er perioden zijn met onweersbuien en soms windstoten. De weersverwachtingen van morgen 19 mei. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat voornamelijk morgen in de middag en vooravond kans op matige tot kortstondige zwaar onweersbuien bestaat, gepaardgaande met windstoten.